Als blikken konden doden, moet je bellen met het deel. Een hele goede morgen iedereen. Ik open de vlog met een mondmasker, want ik ben op de airport van Berlijn. Ik vlieg over een uurtje vlieg ik naar Amsterdam. En ik heb helaas niet kunnen vloggen in Berlijn, maar wellicht dat ik dat de volgende keer wel doe. Ik heb vandaag, land ik om 2:30 en ik heb om 3:00 heb ik convo-talk met Defano. Dus daar heb ik best wel veel zin in, omdat het een heel luchtig gesprek altijd is. Dus ik ben benieuwd wat de onderwerpen zijn voor aan tafel. Ik ga jullie lekker meenemen. IJsa haalt me zo meteen op van het vliegveld. En dan gaan we samen naar Amsterdam toe rijden. Oké, guys, ik zit in de auto with this gorgeous girl. Ze heeft me net opgehaald. Ik ga heel even mijn haar laten doen. En dan ga ik een beetje bij Wiltje een concealertje opdoen voor het interview. Want dit, I look tired. En zij is zo lief geweest. Mm-hmm. Yes, you are. Een slaatje voor me te halen. Dus ik heb bewust niks gegeten op de airport of in het vliegtuig. Omdat dat komt toch altijd net iets te verkeerd binnen. Dus ik ga dit zo lekker eten bij Bielke. Ik ben bij de leukste man van Amsterdam. Hè? Ik heb meteen ook echt hoofdpijn. Dus ik ga een paracetamol innemen en mijn salade opeten. Ik heb heel snel mijn make-up in de auto gedaan. Dit heb ik letterlijk, guys, in wat 7 minuten gedaan of zo. In een rijdende auto. Maar we waren al een beetje te laat. Maar gelukkig hadden we dat wel gemeld. En we gaan nu naar binnen toe. IJsa en ik zitten bij Bertmans en ik had echt zin in speldbrood met avocado en ei. En zij heeft small dishes genomen, maar deze groentepannenkoekjes zijn echt lekker. Dit moeten we ook echt thuis proberen te maken, by the way. And we have a bottle of sparkling water. And I'm with this bitch. Always. If it's not you, it's Ridda. If it's not you and Ridda, it's Marva. Good morning, guys. IJsa en ik waren gisteren gewoon thuis. Gingen we maar eventjes een film kijken. Welke film had ik ook alweer? Er was een man, hij raakt verlamd en zijn vrouw verlaat hem. En dan gaat hij echt een sinister plan opzetten om haar terug te pakken. It's like so crazy. Dus die hadden we gekeken. Weet je, ik moet even kijken hoe die heet, joh. Nee. In ieder geval, het was Spaans met Nederlands ondertiteling. Ik heb echt een heel leuk pakketje gekregen van Clay & Glow. Ik zag Vadim heel lovend over dit merk praten. Het allerleukste van deze is dat het zeg maar vegan is. En ik ben nu very into de proberen zoveel mogelijk vegan te eten. En ik heb een face scrub gekregen. Ik vind de verpakking al heel leuk eruit zien. Dus ik moet even kijken hoe de buitenkant van het product, de verpakking eruit ziet. Maar dit vind ik al heel cute. Ik heb de Hydrating Moisturizer ontvangen. De face scrub. Dit is wat Vadim heel veel gebruikt. De Pink Clay Mask. Love it that it's pink. En, oh, dit vind ik ook handig. Een face cloth en headband. Zodat je zeg maar niet masker of product in je haar krijgt. En het ook gewoon lekker fijn kan schoonmaken. Ik vind het er wel echt heel, heel cute uitzien. Dit is de facial moisturizer. Hier zit kokosnotolie en shea butter in. Ik vind shea butter sowieso fijn, ook voor mijn haar. Dat hydrateert echt heel erg. In de face scrub zitten jojoba beads en melon. Famous Pink Clay Mask. Die werkt detoxifying. Daar zit zwarte quinoa in, aloe vera en acai. I love to eat acai, dus op mijn gezicht smeren vind ik het ook niet heel erg. Ik denk dat ik zo meteen eventjes de exfoliating scrub gebruik. Dan het masker en dan ga ik hydrateren vandaag met de moisturizer. Puur om te kijken hoe het aan gaat voelen. Ik moet trouwens ook echt eventjes zo'n tripod halen voor mijn badkamer. Waar ik mijn camera op kan neerleggen. Oh, dit vind ik zo fijn, echt. Dit werkt sowieso echt heel zacht. En dit moest ik sowieso al hebben. Ook als ik mijn gezicht ga wassen in de ochtend. Oh my god, dit vind ik al top. Thank you voor de headband. Oké, ik ga als eerste lekker een beetje exfoliëren. Ik maak mijn gezicht een beetje nat. Terwijl ik het gewoon inwrijf, ik gebruikte voorheen de scrub van Dermalogica. Maar terwijl ik dit gewoon over
van mijn gezicht heen blijf, voel ik gewoon dat mijn gezicht niet uitdroogt. En dat vind ik zo belangrijk. Vaak zorg ik ervoor dat je gezicht echt uitdroogt. Maar ik voel dat het bij deze niet zo is. En het is een aangename verrassing. Ja, ik weet al dat dit echt de favoriete scrub gaat worden. Honestly. En nu, nadat ik, oh my god, mijn gezicht voelt wel echt zacht hoor door die scrub. I am pleasantly surprised. Vind ik leuk. En dit is het masker. Ik vind het altijd wel fijn om eerst te exfoliëren voordat ik een masker gebruik. Ik heb hem net opengemaakt. Hij is wel een beetje waterig, dus je moet wel eerst eventjes goed roeren. En je krijgt er een kwastje bij. Echt spreken over de face scrub hoor. Oké, ik heb mijn masker erop zitten en ik voel hem niet heel erg trekken. Hij is best wel fijn. Weet je, die exfoliator scrub is zo fijn. Die moet je echt zo proberen. You will love it. Guys, ik heb ook een nieuwe lievelingsliedje. Brent VS is echt like my favorite artist ever. Ik ga mijn masker even 10 minuten oplaten en ik ga even ontbijten. Ik heb een vegan tosti en een acai bowl. Ik weet dat ik nu al heel veel vragen ga krijgen, maar ik vind het... Ik ben zelf nog geen vegan. Alleen, we proberen wel zoveel mogelijk vegan te eten. Ik eet wel echt bijna 9 maanden geen vlees. Aisha is zonder vlees opgevoed. Weird flex, put op. Maar ik begrijp het nu wel steeds meer. En ik vind het ook echt tof om zeg maar meer vegan producten te gebruiken. Zoals deze Clay & Glow. Ik ben echt ook benieuwd wat het met mijn huid doet. Tot nu toe vind ik die exfoliator scrub echt fijn. Maar ik ga lekker eten. We moeten ons zo omkleden, want we gaan zo samen naar Amsterdam. Dit mensen is de tune. I love Brent Veehaas. Het is echt mijn favoriete artiest, denk ik wel, hè? Ik draai hem echt veel. En dit is zijn nieuwste uitgebrachte liedje. Hij is zo hard. Het is niet normaal. En hij is independent, wat nog harder is. Oké, ik ga mijn masker eraf wassen. Ik ga zo lekker make-up opdoen. Dit gevoel is echt heerlijk. Ik ga deze moisturizer proberen. Even kijken wat ik ervan vind. Want ik heb namelijk best wel een droog tot gemengde huid. En... Oeh, hij is wel lekker dik. En ik vind het altijd best wel fijn als het mijn huid heel goed hydrateert. Het is fucking lekker. Echt naar kokosnootolie. Mijn huid voelt echt schoon. I love it. Oké, guys, ik ben klaar. Mijn gezicht straalt echt. Ik vond het oprecht een hele fijne product. Ik kan er gewoon niet eens over liegen. Mochten jullie ze ook willen gebruiken, dan staat er sowieso een link in de beschrijving. En met Selma 15 krijg je ook 15% korting. Tada! Het stond sowieso al in beeld, dus mocht je je afvragen waarom, de link staat in de beschrijving. Ik ga me nu even heel snel klaarmaken. Ik heb net mijn tanden gepoetst. Wordt tijd om de dag te beginnen. Oké, guys. Aisha en ik zijn aangekleed en we zitten in de auto. Ik heb even een beetje make-up op mijn poren gesmeerd. En ik moet eerlijk zeggen, vind je niet dat mijn huid een beetje glowt door die Clay & Glow? Ja. Gewoon mijn make-up zit zo mooier of zo. Ik weet niet wat het is. Brouwlaakje. Ik ga jullie een beetje ophypen met mijn nieuwe album. En ik ga jullie een nummer ervan laten horen die ik echt hard vind. En hij heet All You Need To Know. En honestly mensen, deze kwam zo snel. Echt, deze hadden we zo snel geflipt. It was sick. Maar het zijn de beste, hè? Ja. Gewoon het meest. Dus harder. Die organisch gaan, klopt. Ik betrap je met die bitch. Hele dag ballonnen, maar geen lach op je gezicht. Ik was bezig met jou, nu ben ik busy getting rinsed. Zet die paper en zout. En ik gooi het in de mix. Je kan eten met mij als je aan mijn tafel zit. Weet je wat je me hebt aangedaan? Ik ben er overheen, dus ik laat het gaan. Ik wist al lang al dat dit aan zou slaan. Nu doe ik het voor en het wordt nagedaan. Did you hear those lines? Sorry, maar al zeg ik het zelf, ze zijn fucking hard. Oké, wij gaan hier verder op jammen en on our way to Amsterdam. Aisha heeft een afspraak, ik ga even met Jasmine afspreken en daarna meeten we samen weer. Oké, guys, ik heb Aisha net afgezet. Ik ben met deze herenigd. En Aisha is ook naar ons toegekomen. We gingen even bij Van Dam lunchen. Nu moet ik naar de studio. Ik heb net even sieraden gehaald bij Lot. Gio Ellie. Something that I ain't worried. Thinking maybe you out there running the streets. No, you play games.
so perfectly. That's why you got me convinced you was made for me. You're everything I've been missing. With you, there's no second guessing. You're with me, it's a blessing. And I think I just wanna go. Hallo guys, Aisha en ik zijn van Amsterdam gekomen. We hebben met Jasmine gezeten. En eigenlijk zitten we nu op de bank. Ik heb bloemen gekregen van mijn buren. Die zijn echt zo cute. Ik zei tegen Aisha meteen al dat ik om de 2 weken verse bloemen wil. En jij zei dat er echt een service daarvoor was. Ik schrijf bloemen op en dat zijn bloemen soort pakketten. En die komen ze dan op bepaalde, zeg maar, afgesproken. En dan elke 2 weken. Ja, dat wil ik echt doen. We hebben net met Marwa even een discussie gehad. Alle influencers zijn begonnen met een campagne over ik doe niet meer mee. En guys, you look so dumb. Het was laat. Ik was in de studio trouwens. Alles ging best wel goed. En we hadden een discussie in de studio. Net waren ook Asaya en Roy langsgekomen. We hebben echt een gekke tune geflipt. Wow, gewoon. Maar mensen zijn begonnen met die hashtag ik doe niet meer mee. Hey, ver weg van mij. Ik heb geen tijd voor jullie. Sorry. Echt, oh my god. Is dat een slechter manier om je punt naar voren te brengen dan hoe hun dat hebben gedaan? Like, that's the way how to not do a campaign. Maar goed, ik denk dat die mensen zichzelf wel voor de kop kunnen slaan. Wij hoeven dat niet voor hun te doen. Maar kritisch zijn is altijd goed. Maar, like, laat niet verkeerde mensen kritisch zijn. Het is gewoon simpel. Ik ga nu met Aisha lekker een film uitkiezen en op de bank een film kijken op Netflix. En be unbothered. Ik vind mijn bloemen daar met die balsamico en mijn fruitverhaal en mijn groene appels en die olijfolie echt een vibe. This is my vibe. This is it. Ik hoop dat jullie het alsnog een leuke vlog vonden. Het is een beetje een wat rustiger vlog, want we hadden vandaag een soort van vrij, hè? Dat zeiden we ook. Werkt een beetje. Ja, maar toch wel chill. Gewoon rustig. En wij gaan zo lekker slapen. Dus vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat dan een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Als een keer.